Maar dat is het probleem in de praktijk. En ik weet niet hoe het met jou is gegaan. Mm. Als je erover gaat praten met je dokter, met de zuster, met je partner. Dan word je afgewezen van wat een onzin. Dat is een droom, dat is een hallucinatie. Hou maar je mond, hier krijg je een spuitje, je krijgt een tabletje. Mm. Of je gaat maar naar de psychiater. En dat is dus het probleem dat die ervaring wordt afgewezen, omdat het niet past in het beeld wat jij op school hebt geleerd. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio Pim van Lommel en Anke Merks. We gaan het hebben over bijna doodervaringen en de ware aard van het bewustzijn. Ja, en zij zitten hier samen in de studio omdat Pim van Lommel een boek heeft geschreven over bijna doodervaringen en hier alles van af weet. Daarentegen heeft Anke er zelf een meegemaakt. Podcast of Hope, moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat jullie er zijn. Ja. Ja. Onze podcast gaat over geluk. Dus allereerst, is geluk een onderwerp dat jullie veel bezighoudt in een dagelijks leven? Oh, dat is een mooie vraag. Geluk houdt me niet bezig, maar meer aanvaarding dat wat is. Dat is misschien... Ja. Ja. Misschien wel hetzelfde eigenlijk. Ja, ja, geluk is, lijkt zoiets wat je dan na moet streven. Mm. Ja. Oh ja, precies. Dus je streeft er niet... Je bent gewoon tevreden met hoe het is, als het ware. Liefst ben ik daarmee bezig. Ja. Ja, maar moet je daar heel erg mee bezig zijn, met tevreden zijn? Of is dat gewoon iets wat je bent en dan is het klaar? Nou, ik ben het niet altijd. Hè? Dat zou wel iets heel moois zijn. Maar voor mij is het wel belangrijk om dat te voelen. Daar zit voor mij wel het geluk in, als ik het zo mag noemen. Als ik dat kan voelen. Ja. Het oké is hoe het is. Ja, ja, mooi. Ja. En voor jou? Ja, voor mij, nou weet je, geluk hebben is weer wat anders dan gelukkig zijn. Uiteraard. Geluk hebben is dat er iets mee zit. Ja. En gelukkig zijn is een diep gevoel van welzijn, van tevredenheid, van hoe de dingen zijn. Ja. En dat ervaar ik in stilte, in de natuur, zie van vogels, reizen buiten, vriendschap, familie, liefde ervaren. Ja. Dat is gelukkig zijn. En dan zijn er zoveel omstandigheden dat je gelukkig kan zijn. Hebben die twee vormen iets met elkaar te maken? Nee, geluk hebben is meer, het zit mee. Ja. En gelukkig zijn is heel wat anders. Ja. Ja. Maar het zijn beide het woord geluk. Ja, ja, daarom doe ik dat onderscheid even. Ja, en is het dat je bijvoorbeeld, dus wanneer je met familie bent, dan ben je gelukkig? Of is het, je bent gelukkig omdat je de mogelijkheid hebt om met familie te zijn? Je reflecteert nu terug en beide. Je bent gelukkig. Het is niet of, het is beide. Ja, dus je bent gewoon gelukkig als het ware. Ik ben in principe, ik ben een gelukkig mens. Ja. eigenlijk bijna altijd. Ja, mooi. Positief en gelukkig, ja. Ja, nou, we gaan het over bijna doodervaringen hebben. Dus misschien, en ja, ik kan me voorstellen dat dat op een of andere manier ook gelinkt staat aan geluk. Maar daar komen we wel achter. Maar allereerst, ja, voor iedereen die het niet weet, ik weet er zelf ook niet zoveel van. Wat is een bijna doodervaring precies? Ik weet niet aan wie van jullie het spreekt. Tegenwoordig is de voorkeur nabij de doodervaring. Omdat bijna dood kan je eigenlijk niet zijn. Hè? Het is near-death experience. Dat was de terminologie uit Engeland, uit Amerika. Raymond Moody. Near-death is vertaald als bijna dood. Maar nabij de dood is eigenlijk veel beter. Want near-death is nabij de dood. Dus daarom is tegenwoordig heet het vaker nog nabij de dood. Maar ik heb altijd bijna doodervaring gezegd en geschreven. Het maakt dus niet zoveel uit. Maar wetenschappelijk gezien is nabij de dood. Je kan niet bijna dood zijn. Ja, ik begrijp dat het onderscheid misschien wel belangrijk is. Ja. Want anders heb je misschien ook het gevoel van, oh, ik ben bijna aangereden door een auto. Dit was een bijna doodervaring. Precies, ja. Maar ja. Het is dus nabij de dood is beter. Maar een nabij de doodervaring is een ervaring. Dus de genoemde herinnering noem ik het altijd aan een bijzondere bewustzijnservaring. Met universele elementen. Dat houdt in besef dood te zijn. Mm-hmm. Soms in een donkere ruimte zijn. Het ervaren van een tunnel waar je doorheen gaat, naar het licht wordt getrokken. Het ervaren van helder licht, onvoorwaardelijke liefde, soms een wezen van licht. Ontmoeten van overleden dierbaren, daarmee communiceren. Je leven terugzien, een levensterugblik. Soms een levensvooruitblik, toekomstbeelden. Het ontmoeten van een grens. Soms, en dan hoor je vaak, krijg je te horen van het is je tijd nog niet, je moet nog terug. En dan de bewuste terugkeer in je lichaam, wat vreselijk is, want opeens zit je
van de pijn van een verkeersongeluk of de pijn van een hartinfarct. En dit soort ervaringen worden meestal beschreven, met name wetenschappelijk, door worden ervaren in ernstige kritieke medische situatie. Hartstilstand, coma door verkeersongeluk, coma door ontsteking in de hersenen, coma door hersenbloedingen, beroertes, bij de verdrinking bij kinderen, ernstig bloedverlies bij gecompliceerde geboorte bij vrouwen. Al worden dit soort ervaringen ook beschreven zonder duidelijke kritieke medische situaties, zoals meditatie, ernstige depressie, existentiële crisis, isolatie, schipbreukelingen, ja. Astronauten, Mitchell en Glenn hadden dat ook. Gewoon wandelen in de natuur kan het ook. Dus je hoeft niet bijna dood te zijn of om zo'n ervaring te hebben. Ja. Maar voor wetenschappelijk onderzoek is de kritieke medische situatie, met name een hartstilstand, belangrijk, omdat je dan ook kan filosoferen over de relatie tussen hersenen en bewustzijn. Ja. Ja, het klinkt een beetje als dat wat mensen zeggen, als je dan op je sterfbed ligt en dus dan door dat witte licht heen gaat. Maar dat je, misschien is dat een beetje een oppervlakkige vergelijking, maar zo klinkt het een beetje voor mij. Maar dat je dus dan niet dood bent daarna. Je leert dus dingen die je dan meeneemt. Dat kan, ja. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dus de elementen die Pim noemt, je kunt ook delen daarvan ervaren. Ja. Hmm. Dus sommige mensen die hebben een... Die treden uit hun lichaam en zien hun eigen lichaam en zijn in het donker en keren dan weer terug. En anderen die gaan door een tunnel en komen in een andere werkelijkheid en maken daarvan allerlei dingen mee. Een terugblik over het leven, maar misschien ook een voorschouw naar wat er nog gaat komen. Of ontmoeten mensen, zoals Pim net noemde, en gaan dan pas terug. Dus de ingrediënten van zo'n ervaring zijn bij mensen verschillend. Ja. Ja. Ja, want jij hebt zo'n ervaring gehad. Ja. Ja, kun je daar misschien wel meer over vertellen? Hoe was dat voor jou? Ja, ik probeer het een beetje kort te vertellen. Ik was 5 jaar en ik had het waterpokkenvirus. En dat virus is bij mij naar binnen geslagen. Dus mijn hersenen waren ontstoken. En de eerste herinnering, het eerste moment wat ik zo terug kan halen, is dat ik in de hoek van mijn slaapkamer was. Ik wist toen niet dat het mijn slaapkamer was, maar ik was in de hoek van een kamer en ik zag een kindje in bed liggen. En het gekke was, is dat ik niet doorhad dat ik dat was. Dat duurde even. Maar het was goed. Het was warm en liefdevol en vredig. Nou moet ik even denken aan geluk. Het was goed. Een diep gevoel van het is goed. Ja, want die ervaringen zijn altijd op die manier... goed. Dat kan ook anders. Komen we zo nog even op terug. Ja, kan ook anders. En op een gegeven moment realiseerde ik me, maar dat ben ik. En zelfs dat was goed. Meer dan goed. Dus ik werd niet bang of angstig of onrustig. En op een gegeven moment voelde ik een soort van trekkracht achter me. Een soort magneet. En ik ging door het plafond heen ik kwam in een soort van donkerte terecht en ik ging steeds harder achteruit. Dus exponentieel versnelde dat. En wat ik me vooral daar nog aan herinner is de trilling van snelheid. Ik weet niet of je dat kent als je ergens heel hard... Ik hou ook heel veel van achtbanen. Nou, ik weet waarom. Is dat die sensatie weer even terugkomt. Dus supersonisch snel op een gegeven moment. Ja. En toen kwam ik in een licht terecht, in een heel lichte omgeving, waar ik alles in één keer kon aanschouwen. Ik noem het ook als een panorama. Ik weet geen ander woord daarvoor, maar ik kon alles overzien. En in dat licht kon ik op een gegeven moment verschillende kleurschakeringen zien. En later, mijn zus kreeg toen volgens mij zo'n lavalamp. Ik weet niet of je dat nog kent. En dan zit er zo'n fluïde vorm in. En dat had ik gezien. Dus ik zag kleurschakeringen in zo'n vloeibare vorm. En dat was, die waren allemaal bekend voor mij. Dat waren anderen. Dus geen mensbeelden, maar kleuren. En daar heb ik een soort van uitwisseling mee gehad. En tijdens die uitwisseling veranderde de omgeving in een... Ja, een prachtige bloemenweide, zo ver als het oog
kon kijken. Niet het zintuigelijk oog, maar ik daar kon waarnemen. Oneindig ver. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt, want ik was ook dat bloemblaadje. En dat bloemblaadje was mij. Dus we waren één. En de druppels op die gasprietjes, die leefden voor mijn gevoel. Dus alles wat daar in die bloemenweide was, dat kwam in één keer binnen. Het leek alsof ik die bloemen ook kon proeven. Het is heel moeilijk om de woorden aan te geven, maar zo'n intense ervaring. En ik wilde eigenlijk dat bloemenveld inlopen. Ik was helemaal gericht daar naartoe. En in die uitwisseling werd me eigenlijk duidelijk, nou, het is nog niet het moment om door te gaan. Om door te lopen. En toen draaide ik met mijn aandacht terug naar het leven. En toen was ik letterlijk in een split second weer in dat lijf. Ja. En dat was een hele heftige ervaring, kan ik zeggen. Ja, dat begrijp ik. Klinkt wel echt fantastisch mooi eigenlijk. Ja. Maar was je toen in je leven, was je toen nog in coma? Of was dat aan het eind van je coma? Ik was in coma. Dus je lag in je lijf, was je bewust, maar je was wel in coma. Ja. Oh, wow. Ja. Dus het eerste wat ik toen ervaren heb, is dat er heel hard autodeuren, portierdeuren dichtklapten. Van de ambulance. En ja van de auto van de buurman. Toen hoorde je weer met je oren even. Ja, en dat kwam als een kabaal binnen. Die portier, als nog wel eens autodeuren hard worden dichtgeslagen, komt dat heel hard binnen. Ja. Dat hoorde je terwijl je in coma was? Ja. Maar ze was weer in haar lichaam. Ik was weer in haar lichaam. Dan gebruik je je zintuigen weer. Althans, je oren kan je dan nog gebruiken, je ogen niet, want meestal heb je je ogen dicht. Maar het boeiende, je vertelt het prachtig. De vraag is, hoe kan je nou in een hoek van een kamer bij het plafond hangen en je lichaam daar zien? Ja. He, dat is dan de vraag die je hebt. En hoe kan het dat je door dat plafond naar buiten gaat? Mm. He, dus dat zijn de dingen waar je over gaat nadenken. Ja. En het feit dat je zoveel details nog weet terwijl je 5 jaar was. En dat is, ik weet niet hoeveel jaar precies geleden, maar je vertelt alsof het gisteren was. Ja, 31 jaar geleden. Precies, je vertelt alsof het gisteren was. Dus dit soort dingen prenten diepst van jouw ziel zit dat beeld ook. He? Ja. Inderdaad, alsof het gisteren was. Alsof het gisteren was. Maar daarom, je vertelt het ook alsof het gisteren was. En weet je nog van, want toen kwam je in het ziekenhuis in coma, weet je daar ook nog op de IC ook nog dingen van of niet? Nou, wat ik, het is een beetje een komen en gaan. Dus wat ik, paniek om me heen. Dat is wat ik heel erg gevoeld heb. Dat voelde je van je ouders, ja. Heel veel paniek. En ik heb me daar gevoeld alsof ik doorzichtig was, noem ik het maar, van glas of zo. Alsof alles door mij heen ging. Dus ik had totaal geen schil meer. En dat was een hele nare ervaring. Dus geluiden waren hard en de gevoelens van anderen, energie van anderen, waren indringend. Je was open. Ik stond wagenwijd open. Ja. Ja, dat klinkt dan een stuk minder fijn, inderdaad. Dat was niet fijn. Nee. Maar in die ervaring, want je had het over jij die dan als het ware in die hoek je lichaam zag. Dus, ja, het was dus jij die je lichaam zag. Dus het was niet jij die daar nog lag. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Ja. Maar nee, je bent dus blijkbaar niet je lichaam. Ja. Dat is dan een conclusie. Ja, precies. Dus een ander deel van jou is dus wat je bent. En hoe voelde dat dan? Het klinkt niet alsof het een soort van droom was. Het was levensecht. Naar mijn kinderen toe leg ik het wel eens als volgt uit. Is het lichaam, is de handschoen. En wie jij bent, is de hand. Dus als je overlijdt, dan is die handschoen blijft achter. Ja. Maar dat is eigenlijk een omhulsel. Maar jouw essentie, die gaat verder. Zo leg ik het uit. Maar het was voor mij heel duidelijk op een gegeven moment dat mijn lichaam was. Maar ik was er gewoon nog. Ja. Maar je bent er dan ook van overtuigd dat die essentie blijft leven nadat je bent overleden? Ja, weet je, het is geen overtuiging. Nee, okay, je weet geloven, het is diep weten. Omdat ik het heb mogen ervaren. Ja. Dat is heel wonderlijk. Ja. Heel mooi. Ja. Je weet wat ik geloof eigenlijk. Dat is het mooie. Ja. En dat diepere weten, daar zit zo'n rust in. En daar kan ik met enorme dankbaarheid naar kijken. Dat ik dit heb mogen ervaren.
Ja. Je lag in coma, je was open, je kreeg alle emoties van anderen binnen. Ja. Je bent een tijd in coma geweest. Weet je nog toen je uit het coma kwam uiteindelijk of niet? Weet je dat ook nog? Nee, ik heb herinneringen dat mensen op visite kwamen. Precies, dat weet je wel. En die zag je ook of die voelde je? Vooral veel voelen. En toen ik bij was, kon ik weer zien. En ja, het was weer een andere beleving. Ja. Maar wat is deze ervaring dan? Is dat jij die als het ware doodgaat? De ervaring is dat je bewustzijn, je volledige bewustzijn, ruimer dan anders wordt ervaren zonder het lichaam. Ja. En dat houdt in dat je dus de essentie van wie je bent in principe zonder je lichaam kan worden ervaren. En dan de volgende vraag is, als je lichaam dus niet functioneert, of als het blijvend niet functioneert, dus als je dood bent, wat gebeurt er dan met je bewustzijn? En ja, dit soort ervaringen tonen aan dat het bewustzijn, een volledig ruime bewustzijn dan je ooit hebt gehad, ervaren wordt op het moment dat je lichaam niet functioneert of tijdelijk niet functioneert, zoals in dit geval. Als je hersenfuncties totaal zijn uitgevallen bij een ontsteking van je hersenen, dus een encefalitis, dan kan je in principe geen bewustzijn ervaren. Dat is helemaal geblokkeerd, net als bij een hartstilstand. En toch voelde zij de omgeving, ze voelde de emoties, ze voelde de dingen. Ze was er wel met haar bewustzijn. Ja. Dat is in tegenspraak met wat we op de universiteit leren. Ja. Maar daar leer je dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Als de hersenen uitvallen door een hartstilstand of door coma, dan kan het niet dat je bewustzijn ervaart. En dit soort ervaringen moet je aan het denken zetten. Want het is wel zo dat bij zo'n ervaring het brein ook echt helemaal uit is. Of is dat niet altijd het geval? Bij een hartstilstand is het brein uit. Ja. He, dus na 20 seconden. Ja, dus als je het hart stilstaat, er zijn ook onderzoeken geweest met hartstilstand in induced cardiac arrest, dus dat je een hartstilstand opwekt, bijvoorbeeld bij het drempelmeten van inwendige defibrillatoren. In het begin moest je dan kregen mensen met levensbevaarlijke ritmestoornissen kregen een ICD. En dan moest je weten dat die inderdaad afgaat als je ritmestoornis hebt. Mm. Dus wat ze dan deden, ze brachten zo'n slangetje in. In die tijd was het nog met een hartchirurg. En dan bracht je mensen in een hartstilstand en dan kijken hoe je precies de drempel moest zetten dat hij het zou doen. Mm. En die mensen hebben ze die proeven gedaan met het meten van een EEG ook. En dan zie je dus dat na 10 tot 20 seconden het EEG een flatline is. Dus volstrekt geen elektrische activiteit meer. En bij een hartstilstand, als je de bloedstroom naar de hersenen meet hier aan de halsslagader, is hij 0 in 1 seconde. De mensen zijn bewusteloos binnen een paar tellen. De lichaamsreflexen zijn uitgevallen. Ik word helemaal slap. Dat is een functie van de hersenschors, van de cortex. De hersenstamreflexen zijn uitgevallen. De wurgreflex, je kan iemand een vinger in de keel steken zonder dat er iets gebeurt. De corneareflex, lichtstijve pupillen die niet op licht reageren, dat zijn hersenstammen, zijn ook uitgevallen. De ademhaling, ademhalingscentrum is bij de hersenstam, is ook uitgevallen. Mensen ademen niet meer. Dus het klinisch beeld is volledige uitval van alle hersenfunctie, hersenstam, hersenschors, plus elektrische activiteit. Zeg. En op dat moment hebben de mensen dus een ervaring van bewustzijn helderder dan ooit. En het verhaal met een encefalitis hetzelfde ook. Dan heb je wel wat activiteit nog waarschijnlijk. Maar niet een coördinerende activiteit, zodat je bewustzijn in je lichaam kan ervaren. Want de coördinatie is weg bij een encefalitis. Dus je kan alleen een waakbewustzijn ervaren als er communicatie is tussen alle verschillende hersencentra in de hersenschors. En dat valt uit bij dit soort gevallen. Ook bij een hersenvliesontsteking, maar ook bij een hersenontsteking. Dus het zou niet kunnen wat ze vertelt. Nee, precies. En toch is het gebeurd. Ja, precies, want wat wordt daar nu mee gedaan? Bijvoorbeeld op school tijdens een vak zoals cognitiefilosofie leren we ook dat dualisme is een verouderd idee. Dat je bent inderdaad je hersenen. Daar is geen twijfel eigenlijk over mogelijk, maar blijkbaar niet. Hoe wordt er gekeken naar bijna doodervaringen? Ja, ik denk dat we daar misschien een splitsing kunnen maken is vanuit wetenschap, hè? Mm-hmm. Zoals je het stelt. Maar er is ook nog een stuk hoe er naar wordt gekeken in maatschappij en in zorgverleners. Ja, natuurlijk. Ja. Dus wat zullen we eerst doen? Ja. Nou, weet je, de eerste is, wat is je definitie van wetenschap? Ja. Hmm.
En wat, waar jij het over hebt, dat noemen we de materialistische wetenschap. Hmm, ja. Dat is een wetenschap die alles verklaart uit de materie. Ja. Dat is nog steeds de overheersende vorm van wetenschap in de westerse wereld. En dat betekent dat het bewustzijn een product is van de hersenen. En wat we ervaren als bewustzijn, wat jij ervaart, is een illusie. Ja, precies. Ja? En dat bestaat niet zelfstandig. En wat je vertelt, dat maakt me altijd weer ongelukkig, dat je op school leert dat hersenbewustzijn hetzelfde is. Dat is dus fout. Ja. Dat is met de moderne inzichten is achterhaald. Het wat we tegenwoordig hebben, dat heet dan de postmaterialistische wetenschap. Dat betekent dat we subjectieve ervaringen, wat je denkt en wat je voelt, meenemen in de wetenschap. De subjectieve ervaringen horen erbij en niet alleen objectief. Want de huidige materialistische wetenschap gaat uit van wat je kan objectiveren, wat je kan meten, wat je kan dupliceren en wat je kan falsificeren. Ja. Maar wat je denkt en voelt, kan ik niet objectiveren, niet meten, niet dupliceren en niet falsificeren. Dus dat valt buiten de wetenschap. Jouw bewustzijn valt buiten de huidige wetenschap. Ja, precies. Dat is het probleem. Dus we gaan de wetenschap, zijn we wereldwijd aan het veranderen. Ja, maar ik zou dan zeggen, dat is dan gewoon niet waar wetenschap voor is. Dat is wetenschap. Wetenschap is de wetenschappelijke denkmethode. Ja. Wetenschap is meer dan alleen de materie. Dus het is als mensen zeggen iets is niet wetenschappelijk, dan vraag ik altijd wat is je definitie van wetenschap? Ja, ja. En de wetenschap, zoals de meeste mensen bedoelen, is materialistische wetenschap. En dat betekent dat jij geen gevoel en geen gedachten hebt, want dat kunnen we niet bewijzen. Ja, of, dus je bent of een robot. Of niet alles is te achterhalen door alleen maar wetenschap. Ja, maar het is wetenschappelijke methode waar ik het over heb. Dus het is de first person, de eerste persoon ervaring. Wat zij vertelt, dat is puur om open voor te staan en voor te accepteren. En dan alleen is het probleem is dat haar verhaal niet past in de huidige materialistische wetenschap. Ja. Ja. Dus bestaat het niet. Dus is het onzin wat ze vertelt. Ja. Of je zegt, het bestaat wel, hoe kunnen we het verklaren? En dan ga je er dus wetenschappelijke discussie aan en gaat de huidige materialistische wetenschap wordt onderuit gehaald. Het is een expanding side. Het is het uitbreiden van de huidige wetenschap. Dus het is niet het afwijzen van materialistische wetenschap, wat er is vreselijk mee, veel meer bereikt. Ja. Maar het is het uitbreiden van de wetenschap met subjectieve ervaring. Ja, dat klinkt heel belangrijk. Want tijdens het eten zei je volgens mij dat er 600.000 mensen in Nederland ongeveer bijna doodervaring hebben gehad. Ja. Ja, het klinkt wel problematisch als die 600.000 ervaringen gewoon worden weggeschoven. Maar dat is het probleem in de praktijk. En ik weet niet hoe het met jou is gegaan. Als je erover gaat praten met je dokter, met de zuster, met je partner, dan word je afgewezen van wat een onzin. Dat is een droom, dat is een hallucinatie. Hou maar je mond, je krijgt een spuitje, je krijgt een tabletje. Of je gaat maar naar de psychiater. En dat is dus het probleem dat die ervaring wordt afgewezen, omdat het niet past in het beeld wat jij op school hebt geleerd. Wat wij op school hebben geleerd. Dat is het probleem. En dat is een trauma voor de mensen met zo'n ervaring, zo'n reactie. Ik noem altijd een bijna doodervaring of een bijna is een spiritueel trauma. Het is omdat de mensen het niet kunnen of weten te accepteren. Terwijl het de grootste ingrijpende ervaringen die je mens ooit kan meemaken. Ja. En daarin word je afgewezen. Ja, want hoe heb jij die ervaring verwerkt? Nou, ik heb hem. Ik had er geen woorden voor. Dus wat ik heb ervaren is eigenlijk in de tijd daarna ging het leven gewoon weer door. En ik herstelde en ik ging weer gewoon naar school en alles ging door. Maar voor mij was die ervaring levensecht. Iets wat me heel erg bezig hield. En ik droomde veel en ik voelde veel. En ik was daarin wel zoekende. Toekomstbeelden had je? Ja, ik vervoel dingen, dus via dromen of via helder horen. Dus dat het als een soort van, weten dat ik het hoor. En pas zo'n 10 jaar geleden gaf een hulpverlener waar ik was, gaf dit een naam. Jeetje, dit zou wel eens een bijna doodervaring kunnen zijn. En dat was voor mij het moment, en als we nu hebben toch over geluk, dat was voor mij een keerpunt. Want op dat moment begon bij mij het stukje het aanvaarden, het volledig accepteren van die ervaring en alles wat daarin zit.
Want in de jaren daarvoor was ik het leven aan het leven wat ik dacht, wat moest, wat hoorde. Dus studeren en de veilige weg kiezen en aan verwachtingen voldoen. Bedrijfseconomie heb ik gestudeerd. ik werkte in een academisch ziekenhuis. Dus ik zat helemaal in een wereld wat eigenlijk, nou ja, wel eigenlijk bijna averechts staat op deze ervaringen. Wat dat in mij teweeg brengt. Dus daar is het keerpunt geweest en kon ik pas beginnen met verwerken. En voor mij zat het verwerken in de ervaring en de nasleep daarvan in zijn totaliteit, zeg maar, aanvaarden. Maar vooral in het verwerken van het lichamelijke trauma daarna. Dus het terugkomen in dat lichaam. Oh ja. Daar heb ik veel voor gewerkt. Dus het ervaren van onveiligheid in mijn lijf. Niet dat niet past. Ik heb heel sterk gevoeld alsof mijn zijn niet meer paste. Jouw lichaam was te klein voor je bewustzijn. Dat was dat was het ook gewoon eigenlijk. Ja, alsof ik het letterlijk het zo erin... Ja, precies. Ja, het paste niet meer. Ja. Ik geloof dat wel. Ik kan me al niet voorstellen hoe het is als je zo'n ervaring hebt. Maar ik kan me al helemaal niet voorstellen hoe het is als je dan weer terug moet komen in... Maar het heeft 20 jaar geduurd dus bij jou. Ja. En je was dus als kind anders dan andere kinderen. Ja, ik was ik noem het maar een beetje wijs en zocht rust op. Vervoelde dingen, was heel gevoelig. Dus dat glas van glas zijn, dat heb ik daarna ook ervaren. Alsof mijn huid niet voor begrenzing zorgde. Je was doorzichtig. Ja, dus alles ging door me heen. Dus ik was het liefste op mezelf. Ja. Jij zag kinderen spelen, maar je speelde niet mee. Ja, nee, dat kan ik niet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Nee. Maar wel alsof ik de wereld een beetje bekeek vanuit een afstand. Ja. Dat heb ik wel ervaren. En ik heb ook wel gedacht van wat is het voor een plek? Wat gebeurt hier? En hier hoor ik niet. Dat heb en ik dat ook wel gevoeld. Dat maakt je ook depressief? Ja, in de puberteitfase heb ik het wel echt wel moeilijk gehad. Ja. Ja, dat was wel voor mij een diep dal, kan ik wel zeggen. Haar verhaal is dus klassiek voor iemand die als kind een bijna doodervaring heeft meegemaakt. Je hebt nog geen wereldbeeld als je 5 jaar oud bent. Je bent eigenlijk nog open ook, als je 5 jaar oud bent. En je beseft niet dat je anders bent dan andere kinderen. Maar je bent alleen, eenzaam, je zoekt de stilte, je zoekt de natuur op. Je houdt van klassieke muziek, je houdt niet van lawaai, je kan niet tegen lawaai. Dus je bent echt anders, maar je beseft niet waarom. En dan komt er vaak een crisis op je pure tijdsleven. En het duurt dus in dit geval 20 jaar voordat je eindelijk weet waarom je zo gevoelig bent. Waarom je andere mensen aanvoelt, waarom je toekomstbeelden ziet. En dan gaat dat geleidelijk op zijn plaats vallen. Maar dat beginnen met te accepteren dat het een naam heeft. Dat duurt al heel lang. Nou. Ja. En dan integreren. Dat houdt in dat je gaat leven naar je nieuwe inzicht. Ja. En dat doe je nu. Dat doe ik. Ja, dus dat keerpunt, dat betekende voor mij is dat ik keuzes heb gemaakt. Dat ik ook voelde, mijn werk, wat ik deed in dat ziekenhuis, dat is niet het werk wat ik wil blijven doen. Ja. Dus ik ben me gaan omscholen in therapie. Dus ik ben nu therapeut. En voor mij was heel erg duidelijk is dat ik mensen wil begeleiden die met zielsvraagstukken zitten. Dus voor een deel zie ik mensen die een bijna doodervaring hebben gehad en begeleid ik hen. Maar voor een deel ook anderen die gevoel hebben van nou, er is meer dan dit en ik ben aan het zoeken. Ja. Want zie jij het ondanks het trauma wel als een positieve ervaring achteraf? Zeker. Ja. Ja. Het is voor mij echt, ik ben er heel dankbaar voor. Ja. Het heeft me ontzettend veel gebracht aan meerdere dingen, maar het gevoel van eenheid. Ik ben nooit alleen. We zijn allen met elkaar verbonden. Als mensen hier op aarde, maar ook, ik noem het maar even overledenen. Maar ook de verbinding met de natuur. Verbinding met dieren. Ja. Bij de doodervaring wordt een eenheidservaring genoemd. Ja. Dus je voelt je verbonden met alles en iedereen. En als je terugkomt, hou je dat. Dat betekent dat je open bent. Ben je één met de planten, met de dieren, met de aarde, met het universum en ook met andere mensen. Dat is één aspect, de eenheid ervaring. De andere is de
het inzicht wat je krijgt, ik noem het dan een levensinzichtervaring, is dat het gaat om liefde, compassie en acceptatie. Allereerst naar jezelf. Mm. Accepteer je eigen schaduwkanten die we allemaal hebben. Ja. Daar begint het mee. En dan naar de ander. Compassie, empathie naar de ander. En dan de natuur, dan naar de aarde. En alles wat je de ander aandoet, komt uiteindelijk terug bij jezelf. In positief en negatief opzicht. Dat betekent dat de mensen ook in zijn levensterugblik hebben ze dat ook vaak al meegemaakt. Zien hoe belangrijk het is om de anderen positief te zijn, te helpen, te ondersteunen. En ook als je iemand helpt om aardig gevonden te worden, of iemand helpt om te helpen, dat zijn energetisch twee volstrekt verschillende dingen. Ja. Dus als je iemand helpt om te helpen, is het goed. Als je iemand helpt om aardig gevonden te worden, is het een heel andere energie. Ja, nou, dat soort dingen, dat heb je geleerd in zo'n levensterugblik, door zo'n ervaring, door de eenheid. En ook, je voelt ook door die openheid zoveel mensen anders aan. Je kijkt dwars door mensen heen. Wat heel angstig soms is, omdat je dingen ziet. Iemand is ziek, iemand gaat dood en je wil het niet weten. Oh, dus dat soort dingen zie je. Het is ook belastend. Ja, dat kan. Ja, oh, wow. Dus ik spreek niet graag over gaven of talent of zo, maar een bepaalde gevoeligheid, intuïtie. En sommigen die vervoelen dingen, anderen horen dingen, anderen zien. Mm-hmm. Hè? En dat is ingewikkeld, want soms wil je het niet zien, maar ook wat moet ik er eigenlijk mee? Wil ik er iets mee? Hoe breng ik het dan over aan de ander? Ja. Wat is mijn verantwoordelijkheid dat ik dit soort informatie krijg? Ja. En dat verruimd bewustzijn, dat noemen we dan met een moeilijk woord non-lokaal bewustzijn, buiten tijd en ruimte, instantaan met alles en iedereen verbonden. En dat als je terug bent in je lichaam, dan steeds de informatie ontvangt buiten tijd en ruimte. Dus je hoort beter van een inkomende telefoon oproep, denk je aan iemand en de telefoon gaat en die belt. Of je ziet een toekomstbeeld. Dus onafhankelijk van tijd en afstand krijg je informatie binnen. Dat is die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. En om daarmee te leren omgaan, is een uitdaging. Zeker. En een verantwoordelijkheid. Ja, dat geloof ik. Ja. Want ja. Hoe ga jij dan persoonlijk om met die verantwoordelijkheid? Nou, waar ik heel veel aan heb gehad is allereerst in mezelf toelaten dat ik niet altijd open hoef te staan. Mm-hmm. Dus ik heb mezelf ook aangeleerd hoe ik mezelf wel kan begrenzen. Ja. Zonder dat ik aan het strijden ben, maar dat mijn velletje of zelfs daarbuiten, dat het ook af en toe even dicht mag. Mm-hmm. Af en toe mogen mijn luiken ook even dicht. Dus dat is een hele belangrijke leerweg geweest voor mij. En doordat ik er al zo lang zeg maar mee te maken heb en het ermee om moet gaan, heb ik er wel een weg in gevonden. En voel ik ook heel zuiver, oké, dit voelt voor mij oké of niet. Dit wil ik wel delen en dit niet. Ik denk ook steeds beter te kunnen voelen tegen wie ik vertel dat ik deze ervaring heb gehad. Dus daar doseer ik in. Maar dat weet je. Dat voel ik wel. Ja, dat durf ik nu wel te zeggen. Ja. dat ik wel aanvoel tegen wie ik dit kan zeggen. Wie er open voor staat of wie niet. Ja, maar je voelt dus nog wel dat er mensen zijn waar je het niet tegen kan zeggen. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. En dat is dan ook oké. Ja. Ja. Ik krijg daar wel eens regelmatig een vraag. Ik sta te veel open. Hoe moet ik me leren afsluiten? Mm. Want dat is een groot probleem. Het is die informatie die je binnenkrijgt, wil je niet hebben. Dus het is mooi dat het jou is gelukt. Maar er zijn mensen die er jaren mee bezig zijn om te leren zichzelf wat af te sluiten. Ja. Met vormen van meditatie of focus op een beeld of zo. Ja. Maar dat is echt lastig. Ja. Dat begrijp ik altijd. Nou, wat ik heb ervaren, maar ik kan me voorstellen dat meerdere, en ik zie dat ook wel bij cliënten, is het bewonen van het lichaam is na zo'n ervaring een hele ingewikkelde. Ja. Want je bent buiten je lichaam geweest en daar was het fijn en warm en veilig en vertrouwd. Dus het gros van mensen die dit ervaren, die zweven ergens half eruit. Ja. Is mijn beleving. Dus aarde, dat lijf helemaal bewonen, dat helpt al de stap 1 om te kunnen begrenzen. Als jij helemaal in het lijf bent, in het hier en nu, dan trek je minder, zeg maar, kun je minder gevuld worden met energie van anderen. Ja.
Ja, en je had het net over verschillende thema's zoals de eenheid, liefde en compassie. En we hebben best wel veel podcasts gehad over bijvoorbeeld non-dualiteit en andere vormen van spiritualiteit. En het klinkt, het staat wel een beetje in lijn ermee. En zij hebben het ook over meditatie en jij net ook. Kun je met meditatie in zo'n bijna dood ervaring emuleren? Of? Dan noemen we het niet een bijna dood ervaring. Dat is een ervaring van verruimd bewustzijn. Okay. En dat heet dan op zijn Nederlands ook een spirituele transformatieve ervaring. Dat betekent dat je krijgt een ervaring van verruimd bewustzijn en dat verandert je inzicht in leven en dood. En er zijn, met meditatie kan dat ook gebeuren. Ja. Ik ken een neurowetenschapper, Marjorie Woolcott. Ik weet niet of je dat wat zegt. Hij heeft een boek geschreven, Infinite Awareness. Die is een neurowetenschapper op een universiteit. En die ging mediteren. En de eerste keer dat ze ging mediteren onder leiding, ging ze vroeg het lichaam uit en kwam ze in het verruimd bewustzijn. En toen was ze helemaal ontregeld. Want ze kon er met niemand van haar collega's over praten, want dan zou zij gestoord zijn. Ze is nou fantastisch bezig. Ze heeft zich uit de universiteit teruggetrokken. Maar je kan dus met meditatie ook de kans hebben dat je eruit gaat. Maar het mag nooit je doel zijn van meditatie. Nee. Je mag niet zeggen, ik ga mediteren omdat ik een verruimd bewustzijn wil hebben, maar het kan het gevolg zijn van mediteren. Ja. In principe het geforceerd zoeken naar een verruimde bewustzijnervaring, ook met psychedelics, dat is niet de weg. Nee, want dan doe je het vanuit de verkeerde beweegredenen misschien. Ja, precies, want ik wilde ook al een vraag stellen over dat psychedelica, dat sommige van die foto's die over dat soort van dat punt waar alles naartoe ging. Dat deed me ook, tunnel aan het licht. Ja, precies. Ja. Ja, dat deed me denken aan mensen die dan bijvoorbeeld een DMT-ervaring omschrijven. Maar ja, of dat dan ook een beetje in lijn staat met elkaar, of dat een soort van namaakversie is van het kan verruimd bewustzijn. Identiek zijn, maar het is zeldzaam. Dus als je dimethyltryptamine, dus ayahuasca gebruikt, maar ook psilocybine, LSD, ketamine, psychedelica, afhankelijk van de dosis, de omstandigheden, de begeleiding, kan je soms ervaring hebben van verruimd bewustzijn. Maar het kunnen heel vaak ook ernstige hallucinaties zijn en dat soort dingen. En alleen als je verruimd bewustzijn hebt ervaren met een transformatief aspect, dat je anders gaat denken over leven en dood, dan heb je contact gehad met het verruimd bewustzijn. Maar dat is zeldzaam, maar het gebeurt wel. Als je naar Zuid-Amerika gaat, naar de Amazone, dan heb je wat meer kans om het te ervaren. Maar dan nog, dat het gebeurt, weet je niet van tevoren. En wat voor soort ervaring je zal hebben, dat kan ook heel angstige hallucinaties zijn met negatieve effecten of mensen met die in psychose raken. Dus het is niet ongevaarlijk. Ja, en als je dan zo'n ervaring op jouw manier hebt gehad, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ik wil dat, misschien een beetje overdreven, maar ik wil weer dat ervaren, omdat het zo mooi klonk. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, het gevoel van heimwee, ja, daar kom ik daar even op terug. Dat hoort daar wel bij. Hè? Dus de ervaring daar, die is hier niet. Ik hou heel erg van kleuren, want dat heb ik daar gezien. Dat waren al die bloemen in die bloemenwijn. Maar die intensiteit van kleuren heb ik hier nog niet gevonden op aarde. Maar ik blijf zoeken. Dat is een deel in mij die dat weer wil. Ja, en dat ga ik niet vinden. Nee. Dus heimwee is er. Ik heb zelf nooit de neiging gehad om er weer heen te gaan door suïcide bijvoorbeeld te plegen. Maar dat komt wel voor. Hè, dat mensen zo'n ervaring hebben gehad en dat het heimwee zo groot wordt. Dat ze eigenlijk alleen nog maar denken, nou kan er zo weer opnieuw komen. Dus dat gebeurt. Maar is dat dan? Ik heb dat nooit gehoord. Ik weet wel dat de mensen ernstig depressief zijn, op basis van het niet goed kunnen verwerken. Maar de wetenschap dat die andere wereld er is en het verruimd bewustzijn er is, dat houdt ze ook weer tegen. Dus ik ken geen gevallen, maar misschien ken jij ze wel. Ja. Ik ken het niet uit de literatuur, dat iemand die echt suïcide om terug te gaan. Ja. Ik weet wel, mensen zonder bijna doodervaring, die zeggen, dan maar liever dood en dit leven wil ik niet meer. En er zijn studies gedaan met mensen met mislukte suïcide die een bijna doodervaring hadden. En die zullen nooit een tweede keer suïcide plegen, omdat ze hebben gezien dat problemen
Maar voor je vlucht neem je mee en die kan je daar niet meer oplossen. Ja. Er zijn zelfs psychiatrische klinieken in Amerika die bij de doodervaring als therapie hebben voor suïcidale mensen om aan te geven. Spreken mensen, lezen erover, zien films erover. Dat het beëindigen van je leven is niet de oplossing voor je probleem. Ja. Dus dat is... Ja, het is wel mooi dat ze dat daar doen. Ja, ja. Mooi. Ja, ik heb een cliënt gehad waar dit speelde. En even in het kort het contrast tussen het ervaren van liefde daar. Ja. En de boodschap die daar werd verstrekt was zo, extreem anders dan het ervaren hier. Waardoor er gevoelsmatig geen andere weg was. Maar het is interessant om beide zijn kanten eens te horen. Ja. Er is natuurlijk niemand die dit kan vertellen, maar zijn jullie ervan overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk doodgaat, je ook zo'n ervaring krijgt, maar dan zonder terug te keren? Ja, dat doen we dan de postmortale ervaring. Hè? Dus mensen die overleden zijn, de achterblijvers, de familie. Een zeer grote kans dat je de eerste dagen, weken of maanden na het overlijden contact hebt met het bewustzijn van de overleden persoon. Met communicatie. Op zijn Engels after death communication. Dus postmortale ervaring. Er zijn waarschijnlijk zo'n 2 miljoen mensen in Nederland met zo'n ervaring. Meestal is het 's nachts. Dat als je slaapt is de drempel lager. Dus de mensen kunnen makkelijker binnenkomen in jouw bewustzijn. Oh, zo, ja. Dus ze zeggen ik heb gedroomd van hem. Maar het is een zodanige ervaring dat je het nooit vergeet. Een droom vergeet je, maar dit vergeet je niet. Er kunnen objectieve feiten worden meegedeeld, maar vaak komen ze alleen maar terug om te zeggen, het is goed met mij, maak je geen zorgen. Ik ken ook verhalen van kinderen die jong zijn gestorven, hun hele leven lang bij de ouders aanwezig zijn. En als er een probleem is, dan raadplegen ze dat overleden kind. Als raadgever is nog steeds aanwezig. Dat zijn dus objectieve aantonen van het feit dat het bewustzijn er altijd zal zijn. Overal. Ook je bewustzijn nu is in jou en om jou altijd aanwezig. Net als het internet is in jou en om jou aanwezig. Op dit moment altijd overal. Alleen je hebt een functionerend instrument, een brein nodig om een gedeelte van die informatie als waakbewustzijn te ervaren. Ja. Maar het is altijd overal. Ja, dus het is niet alleen de nabestaande die dus de overledene ervaart, maar het is ook dus het bewustzijn van de overledene die dat daadwerkelijk ook zelf ervaart. Ja. En ook, jij noemde net even het sterfbed ook. Er zijn mensen in een stervensfase, dat heet een sterfbedvisuur of een levenseindervaring, die worden opgehaald door overleden partner of overleden ouders. En dan praten ze, communiceren ze mee, zien ze in het licht. En dan, dat is meestal de periode vlak voordat ze doodgaan. Dus dat is ook weer, laten we zeggen, daar kunnen ze mee communiceren, kunnen ze over praten. Hé, mama was hier, of mijn overleden kind was hier, die komt me ophalen. Het is ook het reisverhaal wat ze dan vertellen. Dus er zijn zoveel aanwijzingen, maar je moet er open voor staan en je moet het kunnen interpreteren. En ook die levenseindervaringen worden zelfs in hospices vaak nog gezien als hallucinatie, verwardheid, terminale verwardheid, bijwerking medicijnen en plaatsen. We weten nu dat 90% van de mensen die op het sterfbed dit soort ervaringen hebben. Maar vaak niet over communiceren. Dus je hele inzicht in leven en dood en de rol van bewustzijn wordt anders als je openstaat en accepteert dat die ervaringen bestaan. Mm-hmm. Ja. En stel je voor, je luistert nu en er valt een kwartje. Ja, er zijn 600.000 mensen dus in Nederland die zoiets hebben meegemaakt. Ja, wat moet je dan doen? Ja, nou allereerst prachtig dat diegene nu deze podcast hoort. En ik raad diegene vooral aan om hier meer onderzoek in te doen, om boeken te lezen, om op internet naar interviews te kijken, naar video's, zodat het er mag zijn, zodat er ook een soort herkenning, maar vooral erkenning komt voor die ervaring. En het weten dat zoveel mensen dit dus meemaken. Ja. Het is helemaal niet zo heel zeldzaam. Ja. Nee. En het feit dat je weet dat er ook andere mensen hebben. Dus is een organisatie in Nederland, het netwerk en de netwerk na beide doodervaringen. Die organiseren 2 keer per jaar een bijeenkomst met 80 tot 100 mensen, allemaal met beide doodervaringen. Dan hoef je niks uit te leggen, kan je gewoon praten over wat je weet. Ja. Ze hebben een kwartaaltijdschrift, ze hebben een website.
Ze kunnen mensen begeleiden als het nodig is. Dus je moet het feit dat je weet dat je zo'n ervaring hebt gehad, als dat kwartje valt, dan is er genoeg informatie op internet te vinden. En moet je proberen iemand te vinden die daarna kan luisteren, die er open voor staat. Kijk, 70% van de mensen met bijna doodervaring raakt een echtscheiding. Omdat de partner zegt, het is niet meer de persoon die ik ervoor kende. Heel ander interesse, andere belangstelling, volstrekt veranderd. Zo was niet de persoon. Dus nu is hij niet meer geïnteresseerd in een groot huis en een mooie dure auto en mooie kleren. Maar dan gaat hij opeens praten over de natuur, over biologisch voedsel en over... En zo ben ik niet getrouwd. Ja. Ja. Dus, een verbetering. Ja. Dus het geeft enorm veel persoonlijke consequenties, zo'n ervaring. Ja. Als je daarna gaat leven. Dus je raakt een hoop vrienden en familie en partners soms kwijt. En je krijgt wel nieuwe vrienden. En soms ook een nieuwe partner. Maar het zet je leven letterlijk op zijn kop. Ja, dat geloof ik. Als je het, of je verzwijgt het, je verstopt het weg. Maar dan weet je dat je meer probeert te voldoen aan de uiterlijke wereld. En niet luistert naar je eigen gevoel in je hart. En als je het gaat accepteren, dan durf je naar je eigen hart te luisteren. En dat naar te leven. Ja, dat is het belangrijkste. Ik zie alleen maar knikken. Ja. Mooi hoe iets verwoord, Pim. Ja. Nou, het belangrijkste is dus accepteren het en zoek iemand met wie je erover kan praten. En lezen over. Ja. Ja. Dus luister naar, kijk naar podcasts, luister naar YouTube-films, luister naar interviews. Televisieprogramma's zijn allemaal te vinden ook op mijn website. Maak er gebruik van de informatie die er is. En dan kan je er vanzelf mee verder aan de gang. Ja. Nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen en we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen. Dat gaat het snel, hè? Ja. We zijn eigenlijk we beginnen net. Ja, precies. Ja, en dit gaat eigenlijk, dus een voorwerp waar jullie of gelukkig van worden, inspiratie uithalen. Ja, dus wie wil beginnen? Jij maar. Zal ik beginnen? Nou, ik heb een klein speldje meegenomen die van mijn opa is geweest. Die zat bij de scouting. En... ik heb dit altijd in mijn portemonnee en die heb ik altijd bij me, dus dit is altijd bij me. En met mijn opa had ik een diepe zielsverbinding. En dat voelen, dat brengt mij geluk. Ja. Met hem in het bijzonder, maar ook de verbinding wat ik net vertelde, is verbinding met anderen, verbinding met natuur, verbinding met dieren. Eenheidservaring, dat hoort hier ook bij. Ja, dus het staat niet alleen symbool voor de relatie met je opa, maar eigenlijk met de relatie tot alles. Ja, in het bijzonder met heb opa. Heb je nog contact met je opa? En dat is wel een hele mooie vorm. Mijn opa was helemaal weg van muziek. En zo had hij lievelingszangers en muziek. En af en toe kan op een moment zijn, dan zet ik de radio aan. En op een moment dat het... nou ja, past, noem ik het maar even. Ja. Of dat ik even... Ja, dan is zo'n nummer. Je hoort soms zelfs, als de radio uitstaat, dat hij muziek gaat tonen terwijl die uitstaat. Ja, ja. Dat soort dingen. Hè? Ja, bijzonder, hè? Ja. Prachtig. Ja. Ja, dus hij voelt... Ja. Opa voelt nog steeds heel dichtbij. Zeker. Heel goed. Ja. Ik heb dit meegenomen. Een ank. Ah. Een ank. Ja. Ik ben ooit ook in Egypte geweest. En dit symbool is 5000 jaar oud. Dus 3000 voor Christus was het al bekend. Werd dat meegegeven in het graf. En dat was het symbool van eeuwig leven. Ook hier de aarde en de ziel. Maar ook, het werd ook als spiegel gebruikt, wel altijd het idee. Want ze zei, het leven na dit leven is als een spiegel van het leven wat je hebt geleefd. Mm. Het is ook... In Egypte zie je ook de weegschaal, hier je hart en daar een veer. Ja, de veer, ja. En dat moet een evenwicht zijn. Dus als je niet goed hebt geleefd, dan... Dus het ank is een symbool van leven en van eeuwig leven. En ik vind het zo'n prachtig symbool. En de Koptische kerk heeft het ook overgenomen. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje dat mijn symbool van... het houdt niet op met de dood. Het is het einde van je lichaam. Maar de dood is niet het einde van je bewustzijn. Bewustzijn heeft geen begin, heeft geen einde. Het is er altijd geweest, zal er altijd zijn. En er zijn steeds meer mensen die contact hebben met dat verhoogde, verruimde, non-lokale, eindeloze bewustzijn. En dat maakt mij positief en gelukkig, omdat ik daarmee weet dat we uiteindelijk ook
de wereld kunnen veranderen. Je kan alleen maar de wereld veranderen door jezelf te veranderen. En er zijn steeds meer jonge mensen die openstaan voor dit soort verhoogde intuïtie en bewustzijn dat we alles samenhangt, alles met elkaar, ja, in eenheid is. Ja. En als we dat maar ervaren en daarna gaan leven, dan krijgen we een betere toekomst. Ja, geweldig. Ook voor de kinderen en de kleinkinderen. Ja, zoals we tijdens het eten zeiden, u bent optimistisch en het komt allemaal goed. Ik ben precies optimistisch, ja. Maar het is niet eenvoudig. En het zal zeker nog wat hobbels zijn. Ja. Uiteindelijk dat, denk ik dat de jongere generatie, dit is ooit Max Planck, de grondlegger van de kwantumfysica, heeft ooit gezegd, een nieuwe theorie, een nieuwe inzicht wordt niet zomaar geaccepteerd, maar op het moment dat de oudere generatie is overleden, zal de jongere generatie het als normaal accepteren. Mm-hmm. En dat is een beetje waar mijn hoop naar uitgaat. Ja, dat is dus het nieuwe inzicht dat we nu hebben besproken, dat het leven niet ophoudt met het einde van het lichaam. Dat de essentie van wie we zijn altijd zal blijven bestaan. Ik denk dat dat een heel mooi inzicht is. Ja, zeker. En wat mij gelukkig maakt. Ja. En wat haar gelukkig maakt. Zeker. En wat mij ons beiden gelukkig maakt. Zeker. En mij nu ook, ja. En jullie ook. Ja, geweldig. Ja, dat is wel een mooie opbrengst. Ja. Heel erg bedankt dat jullie dank zijn. Ja, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg waardevol. Graag gedaan. Super, heel graag gedaan. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om 10:00 komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify en op al je andere favoriete podcast apps. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken, een adequate opleiding, goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.